En ja hoor, daar gaan we weer. Vandaag Grand Prix in Singapore. We selecteren de moderne auto's. We gaan natuurlijk naar Max Verstappen. En Singapore. Here we go again then for another round of Grand Prix action. The conditions are just right to spice up the racing in this part of the world today, and we're all itching to get underway. Nou, het is in Singapore lekker droog, 30 graden. Het is een stratencircuit. The 3.1 dus het is niet miles op een vast circuit, het is gewoon in de straten, alles afgezet, speciaal voor deze race. Dus het is niet heel veel hoogteverschil zoals je kan zien. Veel bochten en natuurlijk heel smal, moeilijk inhalen. Joining me to talk you through the action. We're almost ready to go then, and this is what the start. Even kijken waar we gaan starten weer. Koop een beetje vooraan. Nee, Bottas, Vettel, 1, 2. 3, 4 ook niet. De zesde plaats. Dat gaat lastig worden. Nico Hülkenberg. Okay, here we go. I know what you can do. Zo, daar gaan we weer. Alles op het hoogst. Beetje toeren maken. En los. Beetje naar binnen sturen. Zo. Kreeg even een tikje van Sainz. We hebben één plekje verloren. Ik ben naar achteren gevallen. Had nog erger af kunnen lopen, want ik ging vol op mijn rem in het begin. Sainz die tikte me al aan, maar anders had ik misschien dingen afgebroken als het klaar geweest. Nou ja, ik krijg een tikje terug van mij. Dit is een circuit waar heel snel fout kan gaan. Ik heb deze al een paar keer gereden natuurlijk. En verschillende keren ben ik hier wel uitgevallen. Dus ik ga kijken of ik hem nu wel... Oh, er ging nog een stukje van mijn voorvleugel. Dat bedoel ik alweer. Kijken of ik hem hier kan inhalen. Nou, dit is een mooie inhaal. Ik moet even uitkijken met mijn voorvleugel. In ieder geval een circuit waar ik niet zo makkelijk kan inhalen. En waar je heel snel uit kan vallen. Je zit natuurlijk heel kort achter elkaar. Zoals in wat eerder remmen en jij remt wat later, zit je tegen de voorganger aan. Het kan ook zijn omdat je probeert zo snel mogelijk die bochten te pakken, dat je vlak langs de muur. En nu tik ik hem toevallig aan. Maar dat mag niet te vaak gebeuren, zoals ik eigenlijk wilde zeggen. Nou, nu zijn allebei de kanten van mijn voorvleugel geel aan het worden. Ik moet even wat meer gefocust blijven. Want ik probeer nou heel veel te pushen. Hier had ik eigenlijk dichterbij moeten zitten. Hier op het lange rechte stuk kan je op links wel wat laten gaan remmen. Zodat je er voorbij kan. Ik zal ook wel gaan merken dat ik wat minder grip ga krijgen. Minder balans in de auto omdat mijn voorvleugels kapot zijn, dus met de bochten. Tot nu toe merk ik daar niet zo heel veel van omdat ze licht beschadigd zijn. Dan haak ik weer een klein beetje de muur. Ah, het is gewoon heel smal, het is gewoon echt een heel moeilijk circuit. Kijk, zoals je ziet, ik probeer gewoon te remmen, maar ik glijd door. Nou ja, mensen die de baas zijn, die vinden dit een mooie move die ik heb gemaakt. En ik krijg er geen straf voor en ik heb niet zoveel schade aan de auto opgelopen, dus dan vind ik het allemaal wel best.
Mijn ploeggenoot rijdt voor me, dus we gaan kijken of we hem in kunnen halen. En natuurlijk gewoon zo mooi mogelijk. Zonder dat we allebei schade oplopen, want als je iemand geen schade wil geven, dan is het je eigen ploeggenoot wel. Ja, DRS is available, dus die is, kan ik zo meteen gebruiken op de rechtstukken. Links onderin op de map zie je een groen puntje, daar wordt het gemeten. En hij gaat hier gaat hij in. Nou, hier voor me rijdt in principe het podium. 1, 2 en 3. Dus ik hier gewoon lekker in de buurt kan blijven. En af en toe wat inhalen. Want ik in ieder geval het podium haal natuurlijk. Zoals we net ook zagen, ben ik natuurlijk ook vanaf de 6e plek pas gestart. En hier is het zo moeilijk inhalen. Het is ook maar een korte video, dus een korte race. Dus nog lastiger natuurlijk. Hè. Heb je wat meer de tijd, kan je wat langer voorbereiden om een aanval te plaatsen. Nou moet alles een beetje gehaast. Maar ik snap ook wel om een half uur naar dezelfde race te kijken, is ook niet leuk. Dus ik houd het gewoon lekker bij de korte video's. Bottas is up in first place. Ik heb de DRS weer. Hier gaat het denk ik niet gebeuren. Leg in het volgende stuk moeten, de volgende DRS. Hier wordt hij weer gemeten, ik zit een seconde erachter. En hier krijg ik zo'n DRS, hier. Dan gaat de Mercedes me wel voorbij, die is natuurlijk veel sneller. Maar geef me nog even een paar tikjes. Is hij nu voorbij, kan ik hem hier denk ik wel uitremmen. Ja. Heb ik hem toch nog ingehaald. Kijken of we hun een beetje kunnen aansluiten. Want ze zitten nou wel een beetje ver weg. Maar ja, dat gebeurt meestal als je aan het aanvallen bent natuurlijk. Dan kost het allemaal wat meer tijd. Ze zitten wel kort achter mij. Dus dat moet ik ook een beetje in de gaten houden. Want ik rijd natuurlijk nu op het podium. Dat is al super. Het zou zonde zijn als ik dat natuurlijk weggeef. Dan moet ik even uitkijken, want ik ben bijna tegen de muur aan. This is your final lap of the race. Nou, laatste rondje. En dan wel echt een hele topronde gaan rijden om ze allebei in te halen. De auto's voor me zijn natuurlijk gewoon al een stuk sneller, hè. Nou, dan is de Red Bull natuurlijk in de bochten wel veel beter. Dit is wel een circuit voor de Red Bulls. Nee, ik durf ook niet te veel gaan aanvallen, want ik weet hoe snel het gebeurt dat je hier uitvalt. Kijk, dan denk je in de buurt te komen en dan op de rechte stukken rijden ze gewoon weg. Achter me zit er ook nog een Mercedes heel kort op me. Dus dan is de vraag, ga je dan voor meer met het risico dat je uitvalt of ga je een beetje verdedigen zodat je gewoon wel het podium kan halen.
Ik denk gewoon dat ik voor de tweede ga. Dan gaan we weer podium onder, of ik bedoel tribune. Daar ging het bijna mis. Nou, een laatste bocht. Twee bochten eigenlijk. Dit is bocht 1. Dit is bocht 2. Dan zijn we bij de finish. Derde plek. Nou, het is natuurlijk een geweldig circuit, hè. Met altijd straatcircuit, vind ik altijd. Het is lekker smal, snel. Moeilijk inhalen, dat wel, maar... Als goede zijn de Red Bulls hier heel goed in. Ze hebben een lekkere nieuwe update in de auto. Dus de motor moet sneller en beter zijn. En ik hoop dat Max gewoon het podium kan halen zoals ik nu doe. Het liefst natuurlijk zo hoog mogelijk, maar het podium is al weer lekker. Dan even kijken naar het podium. Kijk. Nou, Bottas heeft de race gewonnen. Vettel is tweede geworden, ik derde. Ik teken ervoor als Max dit overkomt. Champagne. Nou, nogmaals de stand. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet even niet te abonneren en een duimpje omhoog te geven. En kijk anders even rond op mijn kanaal. Er staan nog genoeg andere video's. FIFA komt er natuurlijk aan, dus we gaan wat FIFA dingen opnemen. En volgende week zijn we er gewoon weer. Althans, als er volgende week een race is, ik dacht het wel. En anders is het de week daarna, maar elk weekend als er een race is, ben ik ook met een race op het kanaal. Ik wil jullie bedanken nogmaals en tot de volgende keer.